De titel van deze video is Be My Valentine. De titel is Engels, omdat ik 1,5% kijkers heb die uit de Verenigde Staten komen. En er is de ode aan hun, een keer een Engelse titel. Van ja, ze verdienen dat ook wel. Dus laten we direct beginnen aan de Valentijns video. Niet denken dat dit zo'n typische video gaat zijn. Deze video gaat really, really, really fucked up zijn. Dus ja, ik zou zeggen, let's go. Oké, dus het is bijna Valentijn. Dat is natuurlijk super cool. Ja, ik heb gewoon fucking veel bitches. Oké, eigenlijk niet aan. Het leven van de YouTuber is hard. Fuck die shit, echt Valentijn. Ik snap niet dat dat een echte fucking officiële feestdag is. Waarom zou je op die ene dag nu juist meer moeten tonen dat je iemand graag ziet als shit? Is het niet de bedoeling dat je dat elke dag doet? Dat je dat niet zo heel het jaar niks gaat doen en dan op Valentijn dan is hey, love you, hey. En dan dikke, ja, dan alles. Nee, je moet gewoon... Als je in een relatie zit, moet je elke dag Valentijn hebben. Dan moet je fucking elke dag die graag zien. Dan moet je elke dag, ik weet niet, de echte Cupido zijn. Ik heb nog nooit echt Valentijn gehad. Want als ik een vriendin had, was het niet met Valentijn. En ja, nu heb ik dus ook geen vriendin. En meestal met Valentijn ben ik al snowboarden. Zoals nu is Valentijn zaterdag. Dan is het Belgian YouTube Gathering. Maar dan ben ik aan het snowboarden. Dus dan zie ik allemaal foto's van mensen die elkaar binnen doen. Dan zit ik daar. Hey! Ja, veel mensen zeggen single life, best life. Maar ik ben meer de guy die denkt, moet een vriendin nemen. Als je echt verliefd bent op iemand en niet een vriendin nemen om haar keihard te... En om... En daarom, daarom! En de hoofdreden waarom ik geen vriendin heb, ja, omdat ik YouTube doe. Ik heb ook een nieuwe snowboardbril, die hebben jullie gisteren al gezien, maar ik toon hem gewoon nog een keer omdat het kan. Ik heb dus een nieuwe bril en ik vind hem gewoon fucking vet. Eigenlijk vond ik de oude cooler, want die had zo'n fucking vette gouden lens. En die kleur aan de zijkant ook gewoon fucking epic. Maar er zit een fucking dikke kras in en ja, je ziet gewoon heel die kras door het midden. Ik draag deze hoed zo bononskops op zijn kop zo. Oké, dus vandaag ga ik jullie wat tips geven hoe je Valentijn kan vieren als je toch vriendin hebt. En ik ga het ook tonen en ook tips geven hoe je het kan vieren als je geen vriendin hebt. Dus let's go. Ik heb dat onderwerp net verzonnen en eigenlijk vond ik het wel goed en ik zet het niet in de titel. Dus als je aan het kijken bent, kan je nu genieten van nutteloze tips. Let's go. Up. 1. Koop veel chocola, want alle wijfies houden van chocola. En als ze niet van chocola houden, ja, dan hebben ze pech. Ja, koop nog altijd chocola. Tip 2. Doe een mooi hempie aan, want wijfies houden van hempies. Ik draag wel geen hemd, maar fuck die shit. Ik heb ook geen vriendin. Tip nummer 3. Neem haar computer, log in op haar YouTube channel en subscribe op ACID. Op die manier echt. Echt. Beste Valentijn ooit. Tip nummer 4. Als je geen vriendin hebt, open je social media op Valentijn niet. Echt. Niet proberen. 50% van de statusen zijn, ik ben alleen op Valentijnsdag. Hey, fuck my life. Op die mensen heb ik altijd dezelfde comment. Zijn mensen, ja, die hun ouders niet hebben. En wat ga je dan zeker op Valentijn geen vrienden hebt? Als je de dag na Valentijn een vriend hebt... Same shit. En die andere 50% zijn ja, foto's van mensen en statusen van... Hey, het vriendje komt vandaag. Tip nummer 5. Als je geen date hebt op Valentijnsdag, kan je naar de Belgium YouTube Gathering gaan. Kan je heel de dag ACID filmpjes kijken. Kan je heel de dag video's liken. Of je kan heel de dag, weet niet, twerken of zo. Oké, genoeg getwerkt. Tip 6. Als je dit jaar geen vriendin hebt op Valentijn, fuck die shit. Volgend jaar is het nog een Valentijn. Het jaar daarna is het nog Valentijn. Het jaar daarna. En al die jaren daarna is het ook Valentijn. Op 14 februari. Misschien op die dag heb jij wel iemand en dan kan je wel lekker. Of gewoon lekker. Dus jongens, zo fix je mensen voor Valentijnsdag. En ik weet niet waarom ik deze uitbeelding maak. Dus mensen, als jullie niets hebben gehad aan deze tips, gewoon liken, like de video. Als je wel iets hebt gehad aan deze tips, like dan, deel dan, voeg toe aan favorieten en stuur door naar iedereen. Ik ben ACID. En ik zeg, jongens, wow. Willen jullie mijn Valentijn zijn? Subscribe dan, like de video, deel hem. En dan is het echt, het beste Valentijnscadeau ooit. Dus ik ben ACID en ik zeg, als jij wel iemand hebt op Valentijn, geniet dan van jullie dag. Als je niemand hebt.
snapt. Doe gewoon ook iets nuttig. Ik ben Acid en ik zeg jongens, meisjes, mama's, papa's, oma's, opa's, iedereen op heel deze wereld, misschien ook zombies. Like deze video, deel hem. Ik ben Acid en ik zeg klik hier voor de random video, klik daar voor de volgende video. Ik ben Acid en ik zeg, ik heb dat nu al 27 keer gezegd. Ik zeg het nog een keer om de 28 een mooi getal is. Ik ben Acid en ik zeg jongens, meisjes, alia, juja, juja, alia. Alia, you?